here in Brussels. It's a real European city. Europe has its own flag, capital, anthem, and even its own coin. Does that mean that Europe is ruled as a country with a parliament and a head of state? How does Europe work, and does it work? Wat doen Europarlementariërs eigenlijk en wat willen ze nou precies bereiken? Marnix TV ging zelf naar Brussel om dat uit te zoeken. En vervuiling stopt niet bij de landsgrenzen. De lucht die wordt ook niet alleen maar vies boven Nederland. In alle opzichten zijn wij een stuk mobieler, met in het bijzonder de jongeren. En dat is mede dankzij de Europese Unie. These are the current members of the European Commission. But what does a Eurocommissioner do? And is it fun to do? We asked Nelly Kroes. Ik verdedig de belangen van 27 lidstaten, van 27 landen, waaronder Nederland. Maar ik zit hier als Europeaan. En daar komt hij aan hoor, in een gloednieuwe BMW, onze minister-president. Voelt u zich Europeaan? Ik voel me Europeaan. Holland is a member since 52. Romania joined it, they came out of the blue. Turkey hosted him come, a member once, let's give them this beautiful chance. A visit to these countries, that was fun. It tells you the story how it all begun. Every country differs, that's not wrong. It makes the community very strong. Nederland is al sinds het begin van tijden betrokken bij de EU. Maar wat vinden Nederlanders nou zelf van Europa? Hoe denken zij erover? Voelt u zich een echte Europeaan? Nee, niet echt. Het is heel belangrijk dat Nederland bij de EU hoort. Qua regelgeving, qua marktwerking is het toch voor Nederland heel belangrijk, omdat we toch een vrij klein land zijn. Bine ați venit in Romania. Welcome to Romania. So, what do you think should the EU do for Romania? I think they should first accept us as we are. In what kind of Europe would you like to live? I would like to live in clean Europe, without corruption. Mijn ideale Europa is een Europa waarin iedereen van elkaars verschillen geniet. Waar mensen vrij met elkaar omgaan, waar diverse culturen samenleven, waar de verschillen tussen arm en rijk niet al te groot zijn, waar je omgeving groen en schoon is. Vrijheid. Ik geloof dat dat de voornaamste reden is waarom je in Europa wil wonen, omdat er vrijheid is. Europa te meer. Europa, dat zijn wij. Europe is us. Europa, dat zijn wij. Europa, dat zijn wij. Europe is us!